Maar wat heb ik verkeerd gedaan? Ik ben uitgeweken voor een persoon. Ik heb mezelf opgeofferd. Ik dacht van liever ik dan zij. Dus ik ben uitgeweken daarvoor iemand die plots voor mij sprong op een voorrangsweg. Hij vindt dat hij niets fout heeft gedaan. De 18-jarige Enschedeer die zondagavond een woning langs de Deurningerstraat in Enschede binnenreed. De tiener doet eenmalig zijn verhaal. Onherkenbaar, want hij is bang voor represailles. Ik heb het ook eerlijk tegen de agenten en tegen de mensen in het complex daar gezegd, in het arrestantencomplex, dat ik bij de stoplicht echt doortrok. Dat is waar. Dat is ook te zien op de camerabeelden. Ik gaf daar echt vol gas. Ik reed daar ook echt 80-90. Het is niet zo dat ik mijn taak aan de snelheid heb gehouden. Maar hoe verder ik zeg maar kwam in die straat, hoe meer ik eigenlijk bezig was met welke afslag moet ik nemen. En je kan je wel voorstellen, als je bezig bent met welke afslag moet ik nemen, ga je geen 100 rijden. Dus ik zag niemand aankomen en blijkbaar zag mevrouw in de auto mij ook niet aankomen. Dus 5 of 10 meter, ik weet het niet precies, maar voor die afslag sprong er een polo dus voor mij. Ik heb nog heel even in een fractie van een seconde heb ik kunnen zien dat er een kind in de auto zat. Dus dat er alleen maar door mijn hoofd heen ging, of een onschuldige kind of ik. Dat heb ik mezelf 2 keer gevraagd in de auto. Dus ik dacht, een beetje bot gezegd, maar ik dacht, fuck it, ikke. Dus ik wijk uit naar rechts en ik klap een huis in. Ja, die auto is van mijn vader. Mijn vader heeft die gekocht en die avond mocht ik in die auto rijden van hem. De Enschedeer vindt dat hij veel te hard is aangepakt door de politie. Ik heb geen medische zorg gehad. Pas een uur of anderhalf later, toen ik in het cellencomplex zat, kreeg ik pas medische zorg. Zeg maar, kreeg ik pas een ambulance die naar mij keek. Wat nou, ik had een inwendige bloeding of iets, hè? Want mijn mond en mijn neus was wel aan het bloeden, hè? Het was niet zo dat ik niks had. Ik heb uiteindelijk mijn doel wel bereikt. Ik heb niemand letsel toegebracht of ik heb niemand aangereden. Want ik weet dat ik uiteindelijk wel een vrouw die zwanger is en een kind heb gered. De politie laat weten dat het technisch onderzoek, waarbij onder meer de snelheid wordt berekend, nog in volle gang is. De Enschedeer was niet onder invloed, zo bevestigt de politie.